Yo, Vaco Gamers, Lars hier. En welkom terug bij een gloednieuw potje van Who Wants to Be a Rijke Tata. Ik natuurlijk nog steeds. Het is me nog steeds niet gelukt om bij de vraag van 1 miljoen euro uit te komen. En dat wil ik eigenlijk wel vandaag gaan doen. Lijkt me een goed plan. Vandaag gaan we gewoon 1 miljoen euro winnen met z'n allen. Afgesproken. Dus misschien niet zo verstandig om het aan te spreken. Starting in the Caribbean. We moeten deze landen in het volgorde zetten. Vanuit de Caribbean. Dominicaanse Republiek. Cambodja, Senegal, Eritrea. Denk ik. Ah, de eerste is goed. Nee. Ja, ze slaan eerst de hele wereld. Ja, ze gaan eerst de oceaan over. Oh, dat is een instinker. Ja, flauw. We mogen wel meedoen. Ik heb natuurlijk gewoon de gewone vragen weer eens een keertje aangezet. Geen gamevragen vandaag. Gewoon algemene kennis. En hopelijk komen ze niet aan met vragen over Senegal of Eritrea. Want daar weet ik er niks over. Doe mij vragen stellen over hoe bak je een ei. Pak pan, pak ei, stop ei in pan, bak ei. Dat is een logische volgorde. Dit is geen logische volgorde. Kom op, geef me een makkelijke vraag. Een makkelijke. Heel makkelijk. De eerste vraag moet makkelijk zijn. Oké. Wat moeten we elke dag poetsen? De kleren, je auto, je tanden of het tapijt? Nou, het is op zich wel handig om je auto elke dag te poetsen. Maar je tanden poetsen moet je toch wel elke dag doen. Dat is netjes. Sommige mensen poetsen dus niet elke dag hun tanden. En dat stinkt. Oh, echt bizar. Maar goed, 100 euro is binnen. Dan kunnen we tandpasta en een tandenborstel verkopen. Het bedrijf Intel staat het meest bekend omdat ze puntje puntje maken. Auto's maken, schoenen maken, microchips of kranten. Intel maakt natuurlijk microchips, hè, voor computers. Ja, dat is inderdaad de right answer, ja. Anders had ik het antwoord ook niet gegeven, hè, als ik had geweten dat het fout was. Nee, maar dit waren ook wel easy vragen, Pipo. Bij mensen, hoe noem je het proces waarin je zuurstof inademt en kooldioxide uitademt? Noem je dat reproductie, circulatie, respiration of digestion? Dat is respiration. Oftewel ademen. Ik ga het niet eens uitleggen. Moet je maar in je biologieboeken kijken. Staat het ongetwijfeld aan uitgelegd. Ik ga het niet uitleggen. Het is veel te warm. Zo heet die trouwens. Oh. Welke van deze is een nationaal park in het zuiden van Florida? De mangroven, savanne, de Everglades of de zoutpannen? De saltpans. Dat is de Everglades. De Florida Everglades. Ja, absoluut. 4 vragen goed. Ik deed 3, maar het was 4. 4. Ik heb al 500 euro, nog eentje goed en ik heb in ieder geval 1000 euro. Als hij deze vraag blijft stellen, dan gaan we dat miljoen behalen. Met welk ballet wordt Margot Fonteyn het meest geassocieerd? Het Bolshoi Ballet, New York City Ballet, Ballet Rus of de Royal Ballet? Geen idee. Ik ken Margot Fonteyn niet. We gaan het publiek vragen. Ik weet het niet. Ik zou zeggen het Royal Ballet. Ik zou D zeggen. Gewoon omdat ik dat het meest nuttige zou vinden. Het meest logische. Het Royal Ballet. Geen idee waar ze vandaan komen. Ik zeg D. Maar kijken wat het publiek zegt. Het meeste zegt ook D. Nou, dan ga ik ook voor D. Mooi! 1000 euro in de pocket. Ik moet dus wat meer op mijn eigen gevoel afgaan. Het was goed geweest. De lifeline verneukt. Nou ja. Moet maar. We hebben in ieder geval 1000 euro. Dan kan je vast wel een ticket voor de Royal Ballet verkopen. Waar zit je nou nee te schudden? 1000 euro. Ik wil naar de volgende. Volgende vraag. 2000 euro. Kom maar. Kom maar. Hij zit me zo aan te kijken dat hij denkt van... Die gozer gaat deze vraag nooit goed hebben. Oké, daar gaan we. De Habsburgen was een heersende familie van welk rijk? Of which empire? Het Mongoolse Rijk, het Perzische Rijk, het Oostenrijks-Hongarijse Rijk of de Egyptenaren? Die kwamen uit Oostenrijk-Hongarije. De Habsburgen. Hoppakee, C. 2000 euro.
Dan kan je twee kaartjes voor het Russisch billet verkopen. We don't want to give you that. Als ik 2000 euro win, dan ga jij me 2000 euro geven, Mattie. Hij wil het me niet geven. Ja, kom hier. Ik zei pakken. In een donker steegje. Een paar grote honden. Oké. Wie had een wereldwijde hitsingle met I Kissed a Girl? Gabrielle, Natasha Bedingfield, Katy Perry of Estelle? Ik luister niet naar Katy Perry. Ik ga een vriend bellen. Ik heb nog nooit ook maar één Katy Perry song geluisterd. Wie is Gabrielle? En wie is Natasha Bedingfield? Mm-hmm. Nog nooit van gehoord van die gasten. Estelle ken ik wel. Dat rijmt. Mm-hmm. Geef een antwoord. Een antwoord. A. Gabrielle. Ik zou niet weten wie het is, maar blijkbaar is het A. Wat? That's the wrong answer. Fout! Katy Perry! Wat heb ik nou aan deze vriend? Ik ga die gozer nooit meer borrelnootjes geven. Geeft hij me het foute antwoord? Daar ben ik ook geen vrienden meer mee. Nou ja, zeg vriend bellen, geef vriend foute antwoord. Dat is ook niet aardig. Ook niet leuk. Ik ga nog een potje doen. I don't give a fuck, ga er nog eentje doen. Zijn er nou toch? Special editions, ik ga gewoon weer over game vragen. Hoppakee, videogames, select, start. Hup, kom. Tempo. Tempo, 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 tempo. Stomme vriend. Hij is mijn vriend niet meer. Kom op, tempo. Duurt lang. A millionaire. Let's play. Oké, dan gaan we weer. Opletten, Vaco. We gaan er weer voor. En eens even kijken, wat gaan we krijgen? A Marvel Superhero Game. Nemesis, Rise of Imperfects, denk ik. Dat is goed. Rise of Imperfects. Imperfects. Was de enige logische zin die je daarmee kon maken. Hartstikke goed. 8 seconden, 78 honderdste. Mooi. Eindelijk een keer van vraag goed. In het begin, dat is ook wel eens een keer leuk. Alleen helaas stelt dat niet mee voor het miljoen. Toebedoetoebedoetoem. Gamevragen, kom op. Misschien dat ik daar beter in ben dan. And you win a million. Ik weet hoe het werkt. De Faco Gamers weten hoe het werkt. Ze hebben dit al 100.000 keer gezien. Omdat ik elke keer de fouten maak. Maar goed, daar gaan we weer. Opletten, Faco. There we go. Dank u. Wie sprak The Legend of Jack Sparrow in? Nou, dat zal Johnny Depp wel geweest zijn. Als iemand anders Jack Sparrow ingesproken had, was ik heel hard gaan lachen. Johnny Depp, kom op, tuurlijk. Johnny Depp is Jack Sparrow. En de volgende. Welk Amerikaanse bedrijf heeft games zoals The Elder Scrolls? Jerusalem, Baltimore, Bethesda of Damascus? Dat is Bethesda. Dat is het goede antwoord. Bethesda maakt de Elder Scrolls. Zo is dat nou eenmaal. Correct. 200 euro. We gaan er een beetje snel rijden, jongens. Welke tagline wordt geassocieerd met EA Sports? It's in the mix, it's in the air, it's in the game, it's in the works. EA Sports, it's in the game. That's the correct answer. Well done. It's in the game. Maar wat er nou precies in de game zit, dat zeggen ze dan weer niet bij. Oké, komt-ie. Welke van deze was geen karakter in Street Fighter 2? Klitschko, Chun-Li, Ryu of Sagat? Ik vind Klitschko echt zo'n rare naam. Ik weet niet waar die wel uitkomt, maar... Het lijkt mij geen naam voor een vechtersbaas. Dat is hetzelfde als dat je een grote worstelaar wil worden... en dat je jezelf dan Hans noemt. Dan gelooft er ook niemand, Hans de worstelaar. Nou, dit is precies hetzelfde verhaal. Oeh, welke van deze is geen gameplay mode van Minecraft? Creative, survival, hardcore of gentle? Gentle natuurlijk. Kom op, kunnen we de rest van de team ook Minecraft vragen doen? Daar weet ik wel wat af. Correct! 1000 euro. Pam, pam, pauw. Like deze video even, jongens. We hebben 1000 euro. Dat is goed.
Als we die 2000 er ook bij optellen, hebben we 3000. Alleen die kreeg ik niet. Dat is een beetje flauw. Oké, gaan we weer. Welk jaar is de setting voor Battlefield 3? Dat is 2014 wel wijs, hè? Juist. 1974, dat kan niet, hè? We got there. Ja, je doet het net alsof het een hele moeilijke vraag was, maar dat was het ook niet echt. Dit is wel een beetje het goede niveau. Als dit zo doorgaat, dan redden we dat miljoen misschien nog wel. Hij zit me zo hard te kijken, zo van nee, dat gaat je niet lukken. Oké. In welke oorlog was Wolfenstein 3D gezet? In Vietnam, Tweede Wereldoorlog, de Krimoorlog of de Golfoorlog? Wolfenstein is toch altijd de Tweede Wereldoorlog? Toch? Lijkt me wel. Bam! Tweede Wereldoorlog, Wolfenstein. Komt ook binnenkort weer een nieuwe van uit. Misschien is die al uit zelfs. Komt die niet vandaag uit? 20 mei? Volgens mij wel. Volgens mij wel. Kom op, nog zo'n vraag. Kom. Easy. Hup. Makkelijke vraag. Oké. Welke kleur wordt de aura dat verschijnt rond karakters in Tekken 6 als ze in Rage Mode gaan? Paars, groen, rood of blauw? Het meest logische zou rood zijn, maar dat is te makkelijk. Dus ik ga het publiek vragen. Ik zou zeggen C, rood. Maar dat is te makkelijk, te voor de hand liggend. Dus daar gaan we eens eventjes over navragen bij het publiek. Het publiek heeft het tot nu toe altijd goed gehad. C. Oké, nou ja, zal dat misschien toch wel rood zijn? Misschien is het voor de hand liggende antwoord dan toch goed? Had ik eigenlijk ook kunnen weten. Rood, rage mode, tuurlijk. Dat had ik zelf ook kunnen bedenken. Ik heb het zelf ook bedacht, maar... Ik twijfelde. 16.000 gaat de volgende vraag over. 16.000 euro. Dan kan je behoorlijk wat games verkopen. Daar gaat hij. Oké. Welke van deze was geen speelbare Civilization in de 2001 computergame Civilization 3? Babylon, de Vikings, Iroquois of de Azteken? Als ik het vergelijk met Civilization 5, dan is Babylon geen speelbare Civilization. In Civilization 5 kan je namelijk wel als de Vikings, de Iroquois of de Azteken spelen. Ik gok dat ze hetzelfde gehouden hebben en... Nee, ik ga 50-50 inzetten. Als ze Babylon wegstrepen, of Babylon laten staan, dan is het Babylon, sowieso. Strep er maar één weg. Hé, hey, kijk, daar gaan we al, zie je wel? Oké, dan gok ik dat je niet voor de Vikingen kan spelen. Pure gok. Nice! Bam! De Vikingen zitten wel in 5, dus niet in 3. Oké, correct. We hebben nog één lifeline en we hebben al 16.000 euro. We gaan voor 32, jongens. Come on, we got this. Oké. In Professor Layton in the Diabolical Box, wat is daar de naam van Professor Layton's mentor? Dr. Ellison, Dr. Martin, Dr. Schrader of Dr. Farnham? Geen idee. Volgende lifeline. Heb ik even. En beter weet die vriend het vandaag wel. Anders ga ik eieren tegen zijn ramen gooien. Laten we hem bellen. Als hij het nou weer fout heeft, ik ga hem echt pakken. Ik ga hem echt pakken. Dus dan steek ik de banden van zijn auto lek. C. Dr. Schrader. Ik heb niks anders op af te gaan, dus laat me wat doen. Bam! 32.000! Hij gaat lekker zo! Pa, pa, poe, pa, pie, pa, poem! 32.000 euro. De volgende voor 64.000. Nog 5 vragen en we hebben een miljoen, jongens. Oh, dat zou wat wezen. Oké, daar gaan we. De 1980 arcade games Asteroid, Star Wars en Lunar Lander all used what kind of display?
een negatief, een vector, een inverted of een radial? Asteroids. Het is geen vector. Vector is met lijntjes. En volgens mij werkt dat niet met asteroids. Inverted zou kunnen. Het zou ook negatief kunnen zijn. Radial denk ik niet. Ik ga voor inverted. I'm afraid that's the wrong answer. Zeg niet dat A is. Toch wel vector. Nee. Ah. 32.000. We komen zelden zo hoog, Vakelgamers. 32.000. Ik heb in ieder geval 10 vragen goed. Ik hoop dat dat nog eventjes een like van jullie waard is. En dan gaan we misschien de volgende keer alsnog voor het miljoen. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Jullie hopelijk ook. Dus like deze video eventjes. En ik zie jullie dan de volgende keer bij Who Wants To Be A Rijke Tata. Mazzel!